Wanneer Monique Westenberg de keuken betreedt, deelt ze graag met haar Instagram-volgers wat voor lekkers ze aan het bereiden is. Echter, volgens André Hazes is er meer aan de hand dan alleen culinair enthousiasme, hij beweert dat Monique dit alleen doet als ze ervoor betaald wordt. In een TikTok-video zien we Monique bezig in de keuken, terwijl ze zegt, ik kook wel elke dag. André, die duidelijk iets op te merken heeft, spoort haar aan eerlijk te zijn. Hij blijft aandringen en Monique lacht, uiteindelijk toegevend, oké, okay, Drie dagen in de week. Alleen als het hello fresh is. Het lijkt erop dat Monique alleen achter het fornuis staat als het gesponsord wordt. André lijkt opgelucht dat ze eindelijk de waarheid spreekt. Ondertussen blijft de spanning tussen André en zijn moeder Rachel bestaan, en ook Monique lijkt geen vrede te vinden met haar schoonmoeder. Opmerkelijk genoeg lijkt de strijd tussen Rachel en Monique nu zelfs over de grenzen te gaan, met berichten dat de ruzie in Spanje wordt uitgevochten. Annemarie, Monique's moeder, Woont dicht bij de brasserie van Rachel en schijnt te klagen over geluidsoverlast, wat leidt tot verdeeldheid tussen de vriendenkringen. Patty Brard onthulde recentelijk in Show News. de moeder van Monique heeft ervoor gezorgd dat haar vrienden niet naar brasserie Hazes gaan. Zo lijkt het conflict zich te verplaatsen van de ene locatie naar de andere, waarbij twee kampen zijn ontstaan: kamp Hazes en kamp Westenberg. De problemen lijken dus niet alleen thuis, maar ook buitenshuis voor de nodige commotie te zorgen.